Breedbeeldtelevisie, 82 inch. Kun je onthouden? Eindeloos hoor. Hoe gaat het met shoppen, Pip? De trekpleister. En we hebben gewoon een rekening. Nou ja, zegt er wel nou dan, want zij heeft net de rekening gezien. En Pip zit op dit moment showergel op haar gezicht te smeren. Zeg maar, kiddootje. Moet je een doos maken? Ja. Da-da-da-da-da-da-da. Kom, we gaan. Oh! En welkom bij een nieuwe Pips vlogje. Mijn naam is Ramon en als jullie denken waar is Pip nou, dan zal ik je laten zien. Kijk eens. Die ligt hier te slapen. Het is 2:10. Het is vandaag dinsdag, dus Pip is vandaag naar de peuterspeelzaal geweest. En daarna is altijd heel erg moe. Overdag slaapt ze normaal niet meer. Maar wel als ze naar de peuterspeelzaal gaat, is geweest, dan is ze meestal wel heel erg moe. En nu dus ook. En nu ligt ze hier te slapen. Kijk hier. En nu gaan we haar wakker maken. En dan mogen jullie kiezen. Doen we dat A met een bak water. B, keihard schreeuwen. Kijk hoe lief ze ligt hier zo. Oh. Pipje. Pip. Een snoepje. Snoepje. Oké, nou ik krijg er niet zomaar wakker. Nou had ik een ideetje. En nou heb ik hier snoepjes. En dan ben ik heel benieuwd als je dat snoepje onder haar neus houdt. Zou ze dan wakker worden? En als deze niet lukt, heb ik het ultieme snoepje, chocola. Pipje. Nee, hier is weinig om. Misschien een beetje op de lippen zo. Pip, lekker snoepjes hier. Pip, snoep. Snoep. Oké, jongens. We gaan de chocola proberen. Ja, een beetje zo. Oh, ze begint al te sabbelen. Wat is dat dan? Chocolaatje. Nee. Nou, Pip, als je straks deze video ziet, zo direct als hij allemaal geëdit is. Helaas dat je niet wakker bent geworden. Lekker, Pip. Pip, weet je het zeker? Nou. Lekker. Nou, jongens, het is nu een half uurtje verder en ze begint nu wakker te worden. Kijk, zie je, ze is nog half aan het slapen. Gaan we zo lekker naar het dorp toe? Ja? Ik heb alleen slecht nieuws voor je, Pip. Weet je wat? Kijk hier zo, kijk hier. Die heb ik opgegeten. Ik kreeg jou niet wakker. Ja, vervelend, hè? Maar wil je dan toch misschien die chocolaatje? Hoe lekker is het als je net wakker wordt en je krijgt gelijk chocola? Wil je chocolaatje? Zullen we die samen gaan halen? Ja? Wij lopen naar de kast toe. En Pip is nog steeds niet helemaal wakker. We doen de deur open. We doen deze kast open. En Pip die mag iets pakken uit de kast. Wat zal ze pakken? Oh, oké. Die? En Pip heeft iets gepakt, jongens. Het is een snoepje! En ze kan weer lachen, ze is helemaal wakker. Yay! Nou, terwijl Pip even aan het wakker worden is, lekker met een snoepje, kan ik jullie vast vertellen wat het volgende idee is, wat we gaan doen. We hebben een heel leuk idee. Ik heb een leuk idee, Pip die weet er nog niks van. Wat we gaan doen, we gaan naar het dorp toe. Dat is een beetje zuur, Pip. Oh ja? Dat is een zuur snoepje, net wakker. Net wakker en gelijk zure snoepjes. Oké, nou, wat is het idee? We gaan met Pip, ik ga met Pip naar het dorp toe. Samen gaan we naar het dorp, zonder dat zij het weet. Ze is 2. Gaan we alles wat zij aanraakt, gaan we kopen. Alles wat te kopen is natuurlijk. Je kan zeg maar gewoon één winkel ingaan, maar ik zet daar gewoon een dorp neer. Dan ze heeft waarschijnlijk zelf een keuze waar ze heen gaat. Ik hoop zelf dat ze naar de expert gaat en dat ze een of andere mega breedbeeldtelevisie doet. Zullen we dat doen, hè? Breedbeeldtelevisie, 82 inch. Kun je onthouden? Oké, afgesproken high five. Yes. Dus we gaan gewoon naar het dorp en we gaan gewoon zien waar we terechtkomen en met wat voor spullen we thuis komen. Ik hoop dat je een beetje leuke spullen kiest. Zullen we wel eerst even doen? Ben je al een beetje wakker of nog niet? Ja, een klein beetje, hè? Ja. Zullen we even doen 3, 2, 1 abonneren? Oké. 3. 2. 1. Nee. 1. Abonneren! Ja, yes, zullen we gaan? Woe! Mag papa een snoepje voor jou? Ah. Mm.
Oké. Okay. Ja. A. Ja. A. A. Zullen we gaan? Kom. Nou, ik was er bijna weggegaan, maar ik was bijna deze vergeten. En die hebben we natuurlijk wel nodig. Want met vrouwen shoppen. Nou, iedereen weet met vrouwen shoppen, dat is nogal wat. Ben je er klaar voor, Pip? Ja? Oké, okay. Oh ja, schoenen aan. Nee. Nee, ik ga geen laars aan doen. Dit, moet je kijken, het is hartstikke lekker weer, man, gek. Nee, echt, het is zomer, dan ga je toch geen regenlaars aan doen? Doei, Pip, doei! Yes, oh, handkusje nog. En dan gaan we. En dan gaan ze, hoor. Lekker shoppen! Oh, 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 een mouw. Wat dan? Een mouw. Wat zag je? Mouw. Een mouw? Ja. Mouw. Die is lief. Altijd als Pip een poesje ziet. Heel zachtjes aaien, hè? Ja. Oh. Je moet niet zo springen, want dan wordt de poesje er bang van. Die is lief. En Pip ziet weer het volgende. Een vliegtuig. Pip, zullen we gaan, schat? Pip. Ja, doe maar aaien. Nog een keer aaien dan. Zeg maar doei. Okay. En dan gaan we. Oké, okay, ik heb een idee. We zijn nu in het dorp van Beuningen. Vinger uit je neus. En wat we doen, ik zet Pip in het midden van het dorpsplein neer. En dan gaan we gewoon helemaal kijken waar ze heen gaat. En nogmaals, bij de expert televisie 82 inch. Hebben we het onthouden? Ja. Ja? En zullen we ook nog een mooie ketting. Wit goud. Ketting. Ja. Oké. Okay. Weet je al waar je heen gaat? Ja. En wat dat is? Naar jou. Naar die jou? Ja. En toen? Jou. Die jou. Ja. En Pip zit weer ijs. En de duif. Pak de duif. Pak, pak. Bijna, Pip, bijna. Oh, nou wordt het lastig. Bijna. Oh. Nee. Nee, gaat hem niet worden, hè? Hij is weg. Ja, hij is hier weg. Ga jij nu maar naar een winkel toe. Ja? En ga. Ijs. Ga. Nee, niet ijs. Iets anders dan ijs. Ijs doen we straks. En ga. Nee. Ga. Nee. Pip heeft wat gevonden, hoor. Oké, jongens, we lopen nu de trekpleister binnen. Een mandje. Oh, jij weer. Je bent helemaal van plan. Kijk eens. Alsjeblieft. En dan gaat ze, jongens. Wat is dat? Wat zit daarin? Ja. Ruiken? Ruikt hij lekker? Doen? Die ook. Oh, dat wordt een hele dure dag, heb ik al door. Nee, ja, eentje. We doen wel van alles één. Zullen we dat doen? Ja, één. Eén. Nee, dat is twee. Pip. Eén. Niet twee. Eén. Je belt. Wat is dit dan? Oh, konijnenoortjes. Die bedoelde je? Ja. Oké, zullen we even kijken wat die past? En die ook. Is je mooi? Oeh, en deze erbij. Geen idee wat het is. Oh, dat is voor in je haren. En de loop zo. Hoe gaat het met shoppen, Pip? Wow. Ja, mooi, allemaal roze, hè? Ja. Ga je alleen dingen kiezen die roze zijn? En ze ziet wat. Nee. En nog meer roze. Ja, maar die heb je al. Nee. Dat is... Nee. Dit is toch hetzelfde? Ja. Ja, dat heb je toch al? Ja. Pas hier erin, schat. En Pip begint de smaak te pakken te krijgen, volgens mij. Wat is dit? Nee, nee. Hè? Die ook. Maar wat is het?
Je koopt gewoon alles wat roze is. Zullen we naar de kassa gaan? Oh ja, hij wordt wel zwaar, hè? Papa. Nou, nog een keer. Nou kan hij wel. Nee. Ja, jij wil het hebben? Nee. Jij wil het hebben? Ja. En nog meer. Die? Nou, we zijn de eerste winkel binnen geweest. De trekpleister. En we hebben mama. Gewoon een Nou, ja, zeg er wel nou dan. Want we hebben net de rekening gezien. Bijna 35 euro, jongens. Mag het kosten of niet? Ja, de oude doet inderdaad pijn aan de portemonnee, hè? Ja, ja, auw. Ja, auw. Papa ook auw. We gaan eens even kijken wat ze allemaal gekocht heeft. We hebben deze. Ja. Hoe zie jij eruit? Knap, hoor. Ja, nou, wat hebben we nog meer? We hebben... strawberry. Deze jij. Ja, zullen we die aan mama geven? Wat heb... Oh, wat ga je doen? Oh, je gaat hem vast gelijk openmaken. Nee, maar er is... Ik weet niet wat het is, schat. Ja, jij koopt dit, hè? Wat is dat voelen? Ruiken? Ah. Ja. Wauw. Moet je ruiken? Ruik zo. Nou. Wat zit er in huis? Oh, en Pip is een poesje. Oké, okay, wat hebben we nog meer? Kijk eens. Een echte manicure set. En jongens, en Pip zit op dit moment shower gel op haar gezicht te smeren. Ben jij een poesje? Wat een mooi poesje. En wat pak je nu? Het is de zonnebril. Oh my god, Pip. Wow, wat zie jij er stoer uit, man. Wat hebben we nog meer? We hebben nog deze dingen. Als Pip zegt, dat bedoelt ze losmaken, dus we gaan hem even losmaken. En terwijl Pip zichzelf zit onder te smeren met haar spul, ben je er klaar mee? Hebben we nou dit ding. Pip, kijk eens. Weet je wat het is? Nee, naar boven. Zo. En... wat? Oh my god, Pip. Pip. En we hebben natuurlijk deze. Zullen we die thuis gaan proberen? Pip, hoe zie jij eruit? Eerst hebben we dit konijntje. Jouw wangen, Pip. Eerst andere winkel. Ja. Eerst andere winkel. Ja. Eerst andere winkel. Ja. Proost. Wat? Proeven? Ja. Wil je mij proeven? Oh, lekker, hè? Allebei hetzelfde, hè? Hier, papa bril. Pip bril. Ja. Hebben we allebei een bril? Hoe vet is dat, jongens? Ah. En Pip ziet in de van de rabies. Kijk hoe klein die is, man. Hier, komt hij aan, komt hij aan. Komt hij. Kom, we gaan. Ja, jouw shirt is wel helemaal vies, hè? Hey? We zijn een vlog aan het opnemen, ik weet niet. Ja. Wat zie je? Pip ziet weer een poesje. Pip, papa. Ja? Pip. Dat is Pip en dat is papa. Pip. Papa. Dat is Pip en dat is papa, oké. Okay. Yes, we gaan nu even naar een andere winkel van Pip. Want Pip die heeft heel goed door wat we in de winkel deden en dat alles wat ze aanraadt, dat je dat mag kopen, toch? Ja, dat wist ze. Dus we gaan nu even naar wat goedkopere winkel, want anders zijn we helemaal arm. We hebben helemaal geen geld meer om te eten. Papa. Wat wil je dan? Erin zitten? Oh, de. Kom hier. Ja, en twee. Yes. Ben je er klaar voor? Klaar voor de start? Moet je zeggen af, oké? Okay? Klaar voor de start? Nee, af, zeg dan. Nee. Klaar voor de start. Af! Die kant? Ja. Wat is dat? Pip. Pip. Oh, Pip. En oh, hand ertussen. Gaat het? Oké. Okay. Wat is dit? Pip. Voor Pip. En pap is deze dinosaurus. Zo. Wat is dat? Oh. Ja, gooi hem maar in dan. Yes. Ik heb Pip nu in ieder geval eindelijk uit het ding gekregen. Even kijken of ze nog iets gaat aanraken. En Pip die loopt langs alle spullen. Helemaal niks, Pip. Echt niet.
Mooie roze jurkje ook niet. Ja. En wat is dat? Pip. En wat doet hij? Pip. Wat doet hij zo? Oeh, spinnetje. Nou, doet hij er ook in? Ja, jongens, en we zijn weer thuis. Kijk, daar is Pip. Hé, hey, jongens. Hoi. En Jesse en Sam die zijn er ook. Kijk, daar is Sam. De computer. En daar is Jesse. Nou, kijk eens, Pip heeft gekocht. Ja. Ja. Wat zeg je? Hebben we dan een zwembad? Nee, dit is een zwembad. Oké. Oh, jij dacht dat dit in het zwembad moet om in te zitten. Nee, dit is een zwembad. Oh. En daar wil jij in zitten, zei je net. Nee, ik ben een grote. Wat is je tand? Nou, jongens. Ja? Pip en ik hebben zojuist besloten, we hebben een cadeautje voor jullie. Pip, wil jij het geven aan hem? Kijk, dit is een heel mooi luchtje, maar dat is speciaal voor jongens. En die gaan wij nu aan Jesse Sam geven, of niet? Zeg maar cadeautje. En moet je dan openmaken? Ja, maak hem open. Ja. Een spin. En hoe doet de spin, Pip? Pip. Hoe doet die het? Ja. Oh, wauw. Lekker. Ja, ruikt hij lekker? Jesse, kijk eens. Goed zo. Hoe weet je dat allemaal, man? Ja. Pip, wat heb jij nog meer gekocht? Jij. Da 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 da. Kom, we gaan nee. Oh. Ik maak dit open. En de jongens gaan naar mijn kerstjes. Pip, boos kijken, jongen. Pip. Zie Pip. Oh, ik zou Pip heel snel geven, want jullie krijgen... Dat was... jullie hebben een massa, jongen. Kijk, Pip. En had je deze twee nog? En is het dan nu tijd, Pip, om... Pip, zullen we deze op gaan zetten? Ja? Kom, gaan we naar buiten. Kom maar. Ik ben nu bezig met het bandje wat te vullen. Zie je, ze kijk eens. Kom eens kijken. Ben je er al in gezitten? Met de kleren. Oh, Pip. Kijk eens hier, joh. Kijk eens, jongens. Het is helemaal nat, man. Wauw, Pip. Pip, ben je blij met je cadeautjes die je hebt gekocht, ja? Hey, bedankt allemaal voor het kijken, Pip. Pip, als mensen nog geen abonnees hebben, wat moeten ze dan doen? Zullen we vertellen weer zo? Doen we zo, Pip? 3, 2, 1. Abonneren! En bedankt voor het kijken!